3 januari. Ja, er is veel te veel nieuws, hè. Er is veel te veel nieuws. Daar krijg je met geen mogelijkheid in de conferentie van een uur gepropt. Dat had ik al in januari door. En ik vond het nieuws ook heel snel niet meer leuk. Dus toen heb ik gelijk een paar honderd euro aan een student in Delft gegeven. En ik heb hem gezegd, leg me dat NOS-journaal even plat als je wilt. Dat heeft de jongen keurig gedaan. En zodoende had ik nog even een avondje rust. En een avondje rust had ik hard nodig, want ik was nog steeds aan het bijkomen van 7 januari. Weet u dat nog? 7 januari. De aanslag op Charlie Hebdo. Ik heb er veel over gelezen, ik heb er veel over nagedacht. En volgens mij zit het zo. Religie, humor en kunst horen bij elkaar. Wanneer een geloof niet tegen grapjes over dat geloof kan, of wanneer de beeldenstormen gaat ontketenen, open je niet de hemel, maar de hel. En het eerste wat ik dacht na Charlie Hebdo was, durf ik eigenlijk nog wel alles te zeggen op een podium? Nee. Nee, er zijn dingen die ik niet in het openbaar zou durven zeggen. Wat ik bijvoorbeeld niet in het openbaar zou durven zeggen, terwijl sommige politici daar blijkbaar geen enkele moeite mee hebben, zijn dingen als, wij beseffen ons, ik irriteer me aan, het kabinet die besloten heeft, dat zou ik niet over mijn lippen durven verkrijgen. Maar als je sommige politici hoort, dan zeg je, nou, hun zijn nog dapper als mij. Men vroeg mij ook geregeld in dit jaar vol religieus geweld. Maar hoe zit het dan met jouw vinkers? Je bent toch ook godsdienstwaanzinnig? Ja, dat klopt. Ik ben ook godsdienstwaanzinnig. Ik doe aan katholicisme. Maar ik ben niet eenkennig. Ik doe aan katholicisme, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in het boeddhisme, het hindoeïsme, het soefisme, het taoïsme. En de laatste tijd probeer ik me de beginselen eigen te maken van het priapisme. Het priapisme is een aandoening waarbij je 24 uur per dag een erectie hebt. En ik moet zeggen dat ik dat tot nu toe de moeilijkste spirituele stroming heb om in de vingers te krijgen. Nou, nu werkt mijn leeftijd ook niet meer, hoor, moet ik zeggen. Mijn vrouw zat laatst heel lang naar mijn kruis te kijken. Ik zeg, maar wat zit je toch raar naar me te kijken? Nou, zei ze, laten we maar naar bed gaan, want hij doet het nou. Nee, als je de 60 gepasseerd bent, neemt je spiritualiteit wel maar af. Maar goed, ik doe dus aan katholicisme, maar het is niet uit verhouding en het is ook niet scheef. Nee, ik besef heel goed dat er van alles mis is aan de katholieke kerk. Ik bedoel, het houdt van humor, het barst van de kunst. En de paus staat in de dakloze krant en het jaar van de barmhartigheid is geopend. Maar voor de rest mankeert er nog veel aan de katholieke kerk. De Maagd Maria bijvoorbeeld werd op haar 15e jaar zwanger van de Heilige Geest. Dus zo oud is al het misbruik in de katholieke kerk. En onze zedenleer, mijn hemel, homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Ja, homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Ja, net als over het water lopen. En na een paar dagen weer opstaan uit de dood. Ik bedoel, je zou ook kunnen concluderen dat homoseksualiteit dus eveneens een wonder is. Ik heb succes. Maar ja, op dat idee is de heilige stoel blijkbaar nog niet gekomen. En bovendien, het is allemaal een kwestie van interpretatie. Hè? Christus zelf heeft zich nooit negatief uitgelaten over homoseksualiteit. Integendeel zelfs. In het evangelie staat dat Johannes de leerling was die door hem werd bemind. En hij zelf zei, gij zult door de nauwe poort naar binnen gaan. Ja. Het is interpretatie, hoor. Daar geef ik toe. Het is interpretatie. Maar die kerkvaders van ons, die interpreteren net zo goed, hoor. Ja, die interpreteren zelfs veel te veel. En daardoor loopt de katholieke kerk nou zo leeg. Veel van mijn collega-cabaretiers zijn van huis uit katholiek. Maar ze willen er niks meer van weten, hè.
heb wel geprobeerd hoor, om ze weer in de moederkerk terug te krijgen, maar ze waren totaal niet meer voor onredelijkheid vatbaar. Jammer. Jammer, het verdwijnt allemaal. En nu gaan we in Nederland de toekomst in onder kardinaal Eik. Maar ik hoorde laatst onze pastoor al zeggen, onder een eik groeit niks. Ja, die is niet van mij, die is van de pastoor. Maar ja, eik, ja. Eik is wel hoofd, hè, in Utrecht. Klinkt dat raar trouwens, hoofd in Utrecht. Domkop zou een betere omschrijving zijn. Over domkoppen gesproken. Een Nederlandse intellectueel zei, naar aanleiding van Charlie Hebdo en 13 november... in elke religie schuilt potentieel gevaar. Weg met religies. Daar heeft hij gelijk in. In elke religie schuilt potentieel gevaar. Net als in elk theelepeltje. Ja, met een theelepeltje kun je heel mooi een oogbal uit een oogkast wippen. Krukkentrekkers zijn ook mooie dingen. Weg met de theelepeltjes en de krukkentrekkers. Nee, er schuilt veel flinterdun denkwerk in onze vaderlandse elite. Maar ik moet wel eerlijk blijven en dan moet ik bekennen dat ik zelf ook wel eens momenten heb gehoord dat ik denk, goh, als je toch ziet hoeveel geweld er iedere keer weer rond religie hangt, dan denk ik zelf ook wel eens, goh, als toch alle religies in de wereld er zouden zijn, zou de wereld er dan niet een stuk mooier uitzien? Hè? Imagine no religion. Ik heb al één enthousiasteling bij me. Imagine no religion. En ergens vind ik nog, meneer, geweld rond kinderen. Ik bedoel, je hebt kindsoldaten, kinderprostitutie, kinderslavernij. En dan denk ik wel eens, als er alle kinderen is de wereld uit zouden zijn. He, zou de wereld er dan niet een stuk mooier uitzien? Imagine no children. En daar heb ik een liedje over. Over het oude mechanisme dat dit jaar gelijk weer een kop opstak. Bij al die aanslagen. Kijk nou toch eens wat religie doet. Weg met religies. Het liedje heet Kip zonder kop. En het staat op mijn telefoon. Het is 2015, hè?